Zo, we zijn onderweg met de tweede wedstrijd van vandaag, de 2 kilometer. Is eigenlijk ontstaan uit een vriendengroep die een hardloopwedstrijd wilde organiseren. En op een gegeven moment is het overgenomen door de scheidsrechtersvereniging. En wij doen het inmiddels dus alweer voor de 28e keer. We hadden 375 inschrijvingen, voorinschrijvingen. En uit ervaring weten we dat er nog zo'n 100, 150 bij komen. Dus we zitten weer rond de 500 en dat is een heel mooi aantal. Nou, lekker hè. Dus sinds lang is het ook weer droog. Dus dat scheelt natuurlijk al hè. Ja, en voor mij is het echt ook traditie op tweede kerstdag, kasteelloop in Horst. Heerlijk even uitwaaien, even sportief bezig zijn, voordat we dadelijk weer aan het diner gaan. Echt volgens mij een heel bekend evenement in de regio. Je ziet ook mensen van over de grens, maar ook vanuit heel Noord-Limburg gekomen. Dus wat mij betreft, ook voor mij, volgend jaar een vinkje 30 keer. Ik ben de grondlegger geweest van de kasteelloop. Voor 30 jaar terug zijn we als scheidsrechtersvereniging begonnen. Of hebben ze mij gevraagd of ik als navolging van de scheidijker Bos loop, of ik dat hier op wil pakken. En zo zien wij Bos voor 30 jaar terug. En is er veel veranderd in al die jaren? Er is wel een en ander veranderd, ja. We zijn in 93 Bos en toen worden de Maas overgelopen. Dus ja, dat scheelt wel aanzienlijk met de loops. Maar we zien langzaam gestaag, zien we gegroeid naar een echte flinke regionale kasteelloop. Ik heb al 3 jaar op rij meegedaan. Ik vind het altijd heel leuk. Het is mijn eerste keer, ik ga altijd met haar mee. Hebben jullie getraind van tevoren? Ja, we doen gewoon atletiek met de club, dus dan trainen we 3 keer in de week. Dus met de club en een paar keer zelf. Vinden we altijd heel leuk om te doen. Hele mooie grote groep, precies 300 inschrijvingen op de 5 kilometer. Ja. Volgend jaar het 30-jarig jubileum, gaan jullie dan iets speciaals organiseren? Is volgend jaar 30-jarig jubileum? Dan kijk maar. Ja, oh, dan heb ik me net vergeten. Is dit de 29e editie? Oké. Daar gaan we zeker aandacht aan besteden en daar moeten we nog over na gaan denken hoe we dat kunnen doen. Misschien met een leuke herinnering voor de renners of iets speciaals, maar daar moeten we nog over nadenken.